Het Skyline TV-nieuws van deze donderdag, de 12e juni. Met onder andere opening nieuwe busstation en ondertekening LOS. Het vernieuwde busstation in Uden is vanaf donderdag weer open. Busreizigers kunnen weer in- en uitstappen op het station aan de Leeuwriksweg. Medewerkers van Arriva waren aanwezig voor eventuele vragen van reizigers te beantwoorden over de vernieuwde situatie. Het tijdelijke busstation aan de Violierstraat wordt verwijderd. Dat neemt ongeveer 2 weken in beslag. De samenwerking van verschillende omroepen zoals Laarbeek, Veghel-Uden, Boekel, Nuenen, Sint-Oedenrode, Schijndel en Zonnebreugel heeft nu weer een nieuwe omroep bijgeschreven. Dat is de Landertse Omroepstichting. Toen wij het schrijven van de Olon onder onze ogen kregen, toen verschrokken wij toch maar een klein beetje als lokale omroep. Dat er een idee bij de Olon liep van het aantal terugbrengen van lokale omroep tot een minimum van 50 tot 100. Toen hebben wij onze voethoorns uitgestoken om te kijken wat kunnen wij als kleine landse omroep betekenen. Eigenlijk niks in het klein, dus we hebben eigenlijk in de eerste instantie een klein beetje samenwerking gezocht in de richting van Os, omdat Landert een gemeente is die verdeeld is richting Uden en Os. En wij in Schaik zaten, dachten we van misschien kunnen wij in Os wel iets gaan betekenen. Nou, we hebben toen gesprekken gehad met Os en daar waren we toch eigenlijk al heel snel mee klaar. Omdat we heel snel het idee hadden van dat wij opgenomen werden in een groter geheel en daardoor eigenlijk wat betreft radio en televisie niet helemaal in te brengen hadden. Toen kwam ons ter oren dat er in richting Skyline ook al besprekingen waren. En daar hadden wij toch wel het idee dat we daar beter bij pasten. Vooral ook omdat onze eigen identiteit, onze lokale identiteit bewaard kon blijven in een samenwerking die ons zeer aansprak. De omroepen zijn van start gegaan om binnen afzienbare tijd te komen tot een organisatie van samenwerkende omroepen. Waarbij de lokale identiteit het belangrijkste speerpunt is en zal blijven.